Hoi Stier en welkom bij jouw horoscoopreading voor de komende tijd. Deze readingen zijn bedoeld voor jouw ascensiereis, voor je spirituele ontwikkeling en niet om te gebruiken voor voorspellingen. Wil iedereen bedanken voor het abonneren de afgelopen tijd. Fijn om zoveel nieuwe mensen te zien, te lezen. Iedereen bedankt voor degene die gedoneerd hebben de afgelopen tijd. Dank je wel daarvoor, voor jullie steun. En ook voor de steun via de reacties. En jullie openhartige verhalen. We gaan even kijken naar de algehele energie voor de komende tijd. Het kan zijn dat je momenteel in een verlaagde energie zit, moe bent, weinig puff hebt. We hebben een kaart Woman Holding a Coin. Vrouw die een muntje vasthoudt. Kan iets te maken hebben met werk en financiën. Dan hebben we de zevende chakra met aartsengel Uriel. Dat heeft weer te maken met je kruin. De kruinchakra. Ergens het grote geheel van inzien. En de thinking man, de denkende man. Het kan zijn dat er een man aan jou denkt, maar het kan ook zijn dat er iets speelt in jou vanuit een mannelijke energie, die ergens over zit te praktiseren. En dat kan te maken hebben met werk en geld. En er wordt van jou gevraagd ja, om ergens het grote geheel van in te zien. We gaan even kijken wat erbij mag komen. Ik heb erbij de onverwachte bezoekers, de heilige bron en de solo circus act. Het kan dus zijn dat er iets onverwachts naar jou toe komt. En het ligt onder woman holding a coin. Dus het kan zijn dat er op werk of financieel vlak dus iets naar jou toe komt. Iets wat je niet verwacht. Iets wat je misschien wel nodig hebt, maar niet had verwacht. Misschien iets waar je over hebt na zitten denken. Dan krijg ik hier de heilige bron. En dat is voor mij meestal de kaart van dood en wedergeboorte als ik deze zie. Dus het kan zijn dat er in de kruinchakra iets aan het bewegen is, iets aan het ontstaan is. Ik heb voornamelijk het gevoel dat jij vanuit een hoger perspectief op de situatie neerkijkt. Ja, en iets naar je toe trekt. Lijkt wel. En onder The Thinking Man krijg ik de Solo Circus Act. En dat is voor mij vaak een energie van: ik ga alleen verder. Ik doe het alleen. Ik weet natuurlijk niet. Nou ja, ik weet het wel, denk ik. Ik krijg zo'n gevoel van hè, werk en geld. Het kan zijn dat je misschien voor jezelf gaat beginnen. Dat je zegt van: hè, ik ga niet meer voor een baas werken. Dat je zelfstandig bent. Ja, of iets anders. Het is iets. Je gaat op jezelf alleen verder. Het is ook een hele krachtige kaart, hè? Dus echt werkelijk op jouw eigen benen staan. En ja, niet meer afhankelijk zijn van anderen. En dit komt vanuit die mannelijke energie binnenin jezelf. Hè? Dus je denkt ergens over na vanuit die mannelijke energie. En houdt ook een kristal,
waarschijnlijk een bergkristal in zijn handen. En dat geeft ook helderheid. Het is een hele heldere kristal. En ja, wat de kruinchakra dus ook al zegt, iets helder vanuit een hoger perspectief zien van jouw situatie, komt onverwachts iets naar je toe, wat dus dit ook misschien wel in stand zet. Ja, want je hebt de dood en wedergeboorte. Oh, je hebt ook 2 keer 41 hier. Dus deze zijn wel gelinkt met elkaar. Ja, er komt dus iets van, ja, door jouw kruinchakra sowieso heen, helderheid. Dat ten eerste een bepaald inzicht komt er naar. Ja, ik weet niet wat eerder is hoor. Een soort kip en ei verhaal hier. Of er komt iets naar jou toe wat je totaal niet verwacht op werk- en geldgebied. Of er komt een heel helder moment wat te maken heeft met je geld en loopbaan. Het heeft iets te maken met het onafhankelijk zijn, alleen zijn. Er is een gigantische dood en wedergeboorte hier gaande. Goed, stier. We gaan eens even kijken wat daarbij mag komen. Oh nee, ik had al kaarten neergelegd. Wat doe ik nu? Automatische piloot deze kant optrekken. Maar ik had al kaarten neergelegd. Oké, woman holding a coin. Wat mag ik daarop zien voor de stier? Zeven van bekers. Ja, zeven van bekers is ook weer dat nadenken. Kiezen, keuzes maken, meerdere opties, meerdere mogelijkheden. Misschien krijg je daar wel een helder moment op. Is het nu voor jou dus niet helder van ja, dit of dat of zus of zo? Beetje verwarring. Ja, en dat helder moment gaat dus indalen de komende periode. En dan worden dingen voor jou helder. Je situatie wordt helder. Je ziet het helder, zoals deze kaart dus ook laat zien. Je ziet iets helder. En dan heb ik hier 46-47, dat is dan weer de verhoging van de energie. Wanneer jij dus iets helder gaat zien van deze situatie, dan gaat jouw energie ook weer omhoog. De 9 van munten. Ja, dat spreekt over die onafhankelijkheid. Solo circus act. Misschien zit je daar wel over na te denken om iets voor jezelf te beginnen. Of in ieder geval onafhankelijk financieel te zijn. Misschien ben je met een partner en heb je jezelf financieel afhankelijk gemaakt. Dat zou ook nog een dingetje kunnen zijn. Ik weet natuurlijk jouw situatie niet, maar het heeft iets te maken met financieel onafhankelijk zijn. Ergens in bevrijden. Maar dan moeten dingen wel helder zijn voor jou. En dat is ook waar je de komende tijd mee bezig mag gaan. Dingen misschien op te schrijven voor jezelf, zodat dingen ook helder worden. Ja, je kan meerdere kanten op. Dus ja, de keuze is ook aan jou. Het lijkt wel, de keuze is aan jou gegeven van, ja, wat wil jij zelf? Wat wil jij met je leven doen? Koning van zwaard. Nou, dat is die helderheid, waarheid. Het is echt vanuit die mannelijke energie. En de mannelijke energie is natuurlijk de ondernemer, is degene die de stappen zet, is wel gericht zeg maar op het materialistische, het aardse. En wanneer dat zeg maar vanuit de goddelijke mannelijke energie komt, dan weet jij ook precies hè, hoe je dat wil indelen voor jou, dat je niet vanuit ego handelt, maar echt vanuit die goddelijke mannelijke energie.
Ja, en dit voelt dan weer zeg maar heel erg vrouwelijk. De woman holding a coin. Nou, daar ligt ze met haar coins in de boom. Dus ja, jij houdt die pentacles vast. Het groeit letterlijk aan de boom. Oh. We hebben toch zo'n gezegde? Geld groeit niet aan de boom. Nou, bij jou groeit het wel aan de boom. Het hangt boven je hoofd, boven je kruin. Interessant. Interessant. Het geld hangt al boven je hoofd. Het is alleen, jij denkt ergens over na. Wat wil ik? Wil ik er zo bij zitten? Wil ik niet meer werken? Maar ja, waar komt het geld dan vandaan? Nou, Spirit zegt, het komt via je kruin binnen. Je bent een soort spaarpot. Zet die gleuf open in je hoofd en laat die munten naar binnen dalen. Nou ja, dat is toch wel iets geks, hè? Je bent een soort levende spaarpot. Oh, hilarisch. Sorry, maar deze titel ga ik opschrijven. Levende spaarpot. Ja, Spirit brengt geld naar je toe, lijkt wel. Je mag ontvangen. Alleen, het kan zijn dat je dus nu zeg maar in zo'n fase zit van twijfel. Van ja, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik wil in mijn leven. Of wat ik voor mezelf gun. Daar zou je misschien wel die twijfels over kunnen hebben momenteel. Dan zit je dus misschien vanuit die mannelijke energie na te denken van ja, maar hoe moet ik dat geld naar me toe krijgen? Als ik zeg maar stop met werken en op mezelf ga staan, onafhankelijk van allerlei systemen, hoe komt dan het geld naar mij toe? Dat is misschien vanuit die mannelijke energie wat nog opgelost mag worden. Daar mag je dus ja, ergens de waarheid van inzien, de helderheid op krijgen. Ja, dat jij gewoon een menselijke levende spaarpot bent hier op aarde en dat Spirit ook geld kan leveren. Dat Spirit. Het universum ook voor jou kan werken. Maar durf je daarop te vertrouwen, durf je daarin te geloven, ja, dat is natuurlijk aan jou. En dat is misschien ook dit onverwachte. Misschien zit je daar toch nog een beetje sceptisch zo van, ja, oké, ik wil dit wel proberen, maar ja, het is natuurlijk eerst geloven en dan zien. Ja, het komt naar je toe en het is iets onverwachts. En dit gaat een enorme shift brengen met deze dood en wedergeboorte. Even kijken, wat komt er nog meer bij voor de stier? Queen of Wands, de koningin van staven. Er is iets dus in ontwikkeling hier. Jij bent in ontwikkeling. Als je helder krijgt van, oké, deze richting wil ik uit. Laten we even het voorbeeld nemen van ik wil stoppen met werken, ik wil er graag zo bij zitten. Ik wil inderdaad die boom met munten. En voor velen zal dat zijn van hè, dat is een fantasie, dat bestaat niet, maar daar heb je het al. Daar heb je het al. Dan ga je weer denken op aards vlak. Dan ga je weer denken op de manier vanuit programmering die je misschien hebt meegekregen vanuit je opvoeding of misschien wel van vorige levens. En we zeggen vaak, het universum is overvloedig. Waarom zeggen we dit überhaupt? Laat dat maar eens indalen. Het universum is overvloedig. Dus dat betekent dat het universum alles kan leveren wat jij nodig hebt om er zo bij te zitten. Jij bent die menselijke spaarpot. Ik vind dit een geweldige uitspraak. Zie je, ze hebben best wel humor daarboven. Maar jij bent nog in ontwikkeling, zeg maar. Als je het heel helder hebt voor jezelf, dan is het natuurlijk ook de vraag, hè, kan je dit uitvoeren? Want dan ben je er nog niet. Dan heb je het mentaal wel op een rijtje nu. Zo van, oké, ik kies deze weg. Hè, bijvoorbeeld, ik kies de weg van, ik wil niet meer werken. Ik wil er zo bij zitten met mijn geldboom. En ja, dan moet je ze dus ook uitvoeren. Ga er dan ook zo bij zitten.
Stop met dat nadenken over hoe je geld moet binnenhalen. Want dat is spirits taak eigenlijk. Dat hoef jij niet te weten. Het moet onverwachts gewoon naar jou toe kunnen stromen. Gewoon vanuit jouw vibratie, zeg maar, ontvangen. Maar wanneer we gaan denken, en zeker wanneer we dus vanuit die mannelijke energie op aardsvlak gaan denken, dan blokkeert eigenlijk die stroming al. En vanuit die goddelijke mannelijke energie, die kan dit. Die kan dat denken laten. Die heeft die helderheid, die innerlijk weten vanuit die mannelijke energie. Vrouwelijke energie is daar beter in. Maar ja, we hebben allebei, dragen we, hè? Mannelijk en vrouwelijk. En we beginnen bij mannelijke en vrouwelijke energie. En hoe verder we komen in ons ascensiereis, ja, dan wordt het je goddelijke en goddelijke mannelijke en goddelijke vrouwelijke energie. En dat heeft weer te maken met het innerlijk weten. Innerlijk weten weet, die denkt niet na. Die weet dat dit boven jouw hoofd hangt. Die weet dat het universum levert. Ja, en de koningin van Staven is voor mij altijd de spirituele koningin. En die kan dus ook alles bewerkstelligen voor haarzelf, want zij is ontwikkeld. Zij kan dit. Dus jij kan dit. Het is alleen die programmeringen. Soms hebben we van die sterke programma's in ons DNA-systeem zitten. En ja, dan is het voor jou dus om dat te doorbreken, hè? Dus die wedergeboorte. Jij moet het doorbreken. Jij moet dit doen. Alleen jij, solo. Jij. Spirit kan dit niet voor je doen. Spirit levert. Spirit levert. Maar jij moet het uitdragen. Dat je daar werkelijk in gelooft en vertrouwt. Dat je er ook gewoon zo bij kan zitten. Met die onzichtbare boom, met munten. En dat het, ja, dat het uit die boom kan vallen, zeg maar, wanneer je oogst rijp is. En dat jij het ook gewoon daadwerkelijk kan ontvangen. En het niet laat verrotten. De heilige bron. 8 van munten. Nou, dat is de kaart van het werken. Hier moet je ergens in doorbreken. Dat werkpatroon. Vanuit die mannelijke energie. He, dus die goddelijke mannelijke energie is nu zeg maar aan het draaien. Is nu zeg maar aan het wedergeboorte hier. Die gaat dood en de mannelijke energie gaat dood en de goddelijke mannelijke energie ontstaat binnenin jou. Dit is aan het draaien binnenin jou momenteel. Ja, er is dus iets van een werksituatie, een programma in jou die doorbroken mag worden. En als dat jouw wens is, hè, om er zo bij te zitten en niet meer te werken. Sommige mensen willen wel werken, maar dan kan het dus zijn dat je dus misschien op jezelf gaat werken. Hè, dus een eigen bedrijfje gaat starten. Als je dat leuk zou vinden. Of dat je een andere baan gaat krijgen die wat meer bij jouw hart ligt. Het kan allemaal, hè. Dus ik, ja, nogmaals, ik weet niet wat jouw situatie is. Dat weet jij. Maar ik benoem even deze, omdat deze kaart me gewoon het meest aanspreekt. Zo van, ik wil er zo bij zitten. Ik wil er warmpjes bij zitten. Alleen mijn mannelijke energie is het er nog niet mee eens. Die kan het nog niet helemaal helder zien. Maar ja, dat is wel dus aan het shiften hier. En jij moet iets uitdragen nu. Zo van, hè? Nou, dit is wat ik wil. En ik voel innerlijk ook wel dat ik dit wil vanuit die vrouwelijke energie. Want die komt eigenlijk veel sterker over hier dan de mannelijke energie. Die is aan het nadenken. De vrouwelijke energie weet het eigenlijk al. En die is ook wat, ja, meer gekoppeld, hè, aan het innerlijk weten. Maar de mannelijke energie dus niet. Die doet meer, handelt meer. En die goddelijke mannelijke energie heb je dus nodig om dit ook uit te dragen. Om het te doorbreken. En dat is hier aan het draaien voor jou.
En dan de zes van bekers. Nou, dat is een kaart van het verleden. Dus wat ik al zeg, je draagt iets van een programma mee vanuit het verleden, van je opvoeding. He, dus dat jij mee hebt gekregen uit huis uit van hard werken loont. We moeten werken, we moeten nou eenmaal werken. We kunnen er niet zo bij zitten. Er kunnen allerlei overtuigingen meegegeven zijn die je bij je meedraagt en dus in jouw programmasysteem zitten. En om dat te veranderen, die programma binnen in jezelf, moet je dus iets gaan ondernemen. Moet je dus iets uitdragen. Dus er ook daadwerkelijk zo bij gaan zitten. En gewoon lekker ja, een soort pensioentje energie uitdragen. Zo van, hè? Of de status van de miljonair. Hè? Het miljonair zijn van, ik kan alles doen wat ik graag zou willen doen. Ik heb geen stress meer. Ik kan gewoon leven zoals ik wil. Hè, die energie moet je uitdragen. Je moet het doen alsof het er al is. En dan ga je het ook ontvangen. Maar als je gaat blijven nadenken over hoe moet dit nou naar mij toe komen? Hoe gaat Spirit dit nou naar mij leveren? Moet dat via een persoon komen, dat iemand mij geld schenkt? Moet het via de loterij komen? Moet het, ik weet het niet. Hoe moet het allemaal naar mij toe komen? Hoe moet ik leven? Want geld is nodig hier op aarde. Zo reëel mogen we zijn, hè? Dus hoe moet het dan komen? En dat hoe? Dat mag je helemaal loslaten. Dat mag je helemaal loslaten. Spirit vindt altijd een weg op mysterieuze wijze. Onverwachts ga jij dingen tot je trekken. Maar dan moet de thinking man even stoppen met denken. En opnieuw geboren worden tot die goddelijke mannelijke energie, dat ook hij innerlijk gaat weten. En ernaast kan gaan zitten. Ja, en samen de muntjes mogen ontvangen als het daar allemaal om draait. Ik neem dan één voorbeeld hier, maar het kan natuurlijk om alles gaan. Dat mag je zelf invullen. Dus ja, in het verleden heb je dus iets meegekregen. En dat zie je ook, zo'n overdracht. Dit heb jij meegekregen. Je moet blijven werken, je hele leven lang, om jezelf te onderhouden, te overleven in plaats van te leven. Ja, dat is iets wat jij misschien niet meer wil voor jezelf. Ja, die keuze mag jij maken. Je hebt vrije wil daarin. Jij mag kiezen welke richting je uit wil. En dan is het geloven en vertrouwen dat dat ook kan. Kijk, mensen die dus dit niet in hun systeem zitten van het innerlijk weten van ik wil vrij zijn van alles, van hè, instanties of gewoon financieel onafhankelijk zijn. Die zullen dit ook niet voor zichzelf willen. Hè, die dragen misschien een andere zielsblauwdruk van hè, ik wil heel graag een eigen bedrijf opbouwen, een imperium opbouwen en ik haal daar mijn vervulling uit. Als dat in jouw zielsblauwdruk staat, dan ga je dat ook navolgen. Althans, dat is de bedoeling dat je dat gaat navolgen. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, mijn hele generatie heeft keihard gewerkt en het heeft ze niks gebracht dan ellende en ziekte, vroegtijdige doden, die zichzelf helemaal de schompes in hebben gewerkt en ik wil dat niet voor mezelf. Wat staat er in jouw zielsblauwdruk? Waar word jij naartoe geleid? Dat is voor iedereen verschillend. Goed. Heb ik nog iets hier om uit te diepen? Ik denk dat het wel heel erg duidelijk is. Ik heb niet het gevoel dat ik nog iets wil verklaren. Misschien de thinking man zou kunnen. Waarom hij deze gedachten heeft? Nee. Ik laat hem zo. Lieve stier, ik dank je voor het kijken. Was dit niet jouw verhaal? Misschien de volgende keer weer. En ik wens je een hele mooie fijne dag toe. En wie weet zie ik je snel weer terug bij een volgende video. Doei doei.